Milieuorganisaties hebben zich gebundeld om te voorkomen dat de cultuurtuin wordt vernietigd. Directeur van ProBios, Erland Sleur, zegt nog steeds niet te kunnen vatten dat de vorige regering onder leiding van Boutersen Adien net op de valreep grondbeschikkingen heeft uitgegeven in dit gebied. Dat betekent dat als de staat als een natuurpark. De beschikkingen zijn door ex-minister Mike Noursalim getekend. Sleur vindt dat de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze, naar zijn inziens onrechtvaardige handeling, strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Laten we beginnen. Als mens ben ik gechoqueerd. Ik ben al door heel veel zaken gechoqueerd hier in dit land, want men kent mij. Ik ben veel bezig met openbaringen over vooral milieumisstanden hier in ons land. Over die illegale houtkap, over heel veel illegale goudwinning in ons natuurpark. En nu, cultuurtuin is eigenlijk ook een park. Heel veel mensen komen daar recreëren, sporten, wandelen, bijkomen van de stress in de stad. En het is het enige echte stukje groen waar mensen rustig kunnen wandelen en rennen. Ik ben niet de enige. Er zijn vele mensen die wensen dus dat er veel meer van dit soort stukken groen in Paramaribo waren. En als ik dan geconfronteerd word, net als de vele andere mensen, met uitgifte van grond en het vernietigen van de historische bossen die daar zijn aangelegd speciaal voor botanische tuinen. En waarvan vele bomen ook nog benaamd zijn, waardoor je dus een route kunt volgen met de bomen die daar aangelegd zijn, geplant zijn. Ja, dan is het echt bijna alsof je in een soort twilight zone bent van hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk in hemelsnaam? Sleur zegt verder dat voor eens en voor altijd afgerekend moet worden met de milieumisstanden in Suriname. De uitgifte van grond in de cultuurtuin is de laatste druppel, onderstreept de milieuactivist. We moeten dus echt alert zijn van wat er gebeurt. En we moeten niet doen van, ach, het is de vorige regering geweest, dus we gaan het proberen beter te doen. Nee, je hebt gelijk, deze zaken moeten aangepakt worden, juridisch, strafrechtelijk. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten gewoon gestraft worden. Dat kan niet. Dit zijn gewoon misdaden tegen de Surinaamse gemeenschap. Dus ik ben hier heel erg strijdvaardig voor. En ik zal mij natuurlijk lenen als de PG mij oproept om informatie te geven om al dit soort zaken aan te pakken. Erland Sleur, directeur van ProBios en milieuactivist. De milieuorganisaties in Suriname hebben zich gebundeld om te protesteren tegen de gronduitgiftes in de cultuurtuin. Onze nieuwsdienst heeft geprobeerd een reactie te krijgen van de nieuwe minister van Grond en Bosbeheer, maar die liet weten het te druk te hebben.